Afgelopen zondag vond weer het koningsschieten in Groesbeek plaats. Traditiegetrouw wordt daar op de grote vogel geschoten door leden van schutterij Sint Hubertus in de Horst. Door te weinig animo moest het voor het eerst in de geschiedenis de schutterij vorig jaar zonder koning of keizer stellen. Maar gelukkig is het dit jaar anders. Waar vorig jaar niemand onder de boom stond helaas, hebben we dit jaar 10 kandidaten weten te vinden die met elkaar de strijd aangaan. Ja, de strijd aangaan om dus die felbegeerde koning of koningin te worden. En mocht je dat nou lukken, dan heb je het aankomende jaar druk met allemaal verschillende verantwoordelijkheden. Nou, de koning of koningin moet niks. Je mag enkele dingen doen. Zo hebben we de kermisdagen waar je in het middelpunt mag staan van de schutterij. We hebben 2 dagen waar wij met de schutterij als schutterij heen gaan. Dat is 1 kringdag en 1 federatiedag. Daar zitten wij met de schutterij bij aangesloten. Dan hebben we ons jaarlijkse Hubertusfeest en de nieuwjaarsreceptie. En we gaan nog 1 keertje op bezoek bij onze collega schutterij in Wieler. En daar mag je ook mee naartoe. Nou ja, dan mag je met de andere koningen van de schutterijen samen een biertje drinken. En niet alleen bij de volwassenen wordt er een koning of koningin uitgeroepen, maar ook bij de jeugd. Tim is diegene die de vogel er dit jaar heeft afgeschoten en dit kan hij zelf nog niet helemaal geloven. Ik dacht echt, degene voor mij die zouden me afschieten, maar ja, uiteindelijk heb ik hem afgeschoten. 2018 was ik al jeugdkoning en ik wou het heel graag weer opnieuw doen, dus ik ben er wel blij mee. Op het schildje staat koning/koningin van de jeugd, Wilhelmina Sint-Tel Hubertus.